Hilversum, hallo, daar zijn we weer met het gesprek met de burgemeester. Welkom bij de nieuwe uitzending. Onze burgervader staat alweer klaar om onze vragen te beantwoorden. Burgemeester Broertjes, goed dat u weer bent. We hebben de koffiekamer verruild, want we kunnen eindelijk naar buiten toe. Heerlijk. Dus ik hoop dat u daarmee eens bent. Ik wil het vandaag hebben over Oost. Je zou bijna zeggen wanneer niet. Iets over de lokale journalistiek. En ik wil even beginnen met de haatimam. Want die bleek dus zondag in Hilversum aanwezig te zijn. Platformbewust moslim. Zou eerst gaan praten in Den Haag. Ja. Maar daar voelden ze zich toch niet zo welkom. Ze voelden zich hier meer welkom. Snapt u eigenlijk alle ophef? Nou, volgens mij waren ze in Den Haag ook wel welkom. Maar ze konden daar geen locatie vinden. En uiteindelijk hebben ze in Hilversum een locatie kunnen vinden. Op uitnodiging van Abu Hafs. En dat is het verschil. Maar op social media wordt dat dan enorm geframed. Van alsof in Den Haag er een spreekverbod zou zijn en in Hilversum niet. Er is überhaupt geen spreekverbod, want wij zijn voor vrede, voor de freedom of speech. En de burgemeesters zijn daar speciaal voor ook in charge om dat te realiseren en te garanderen voor mensen. Dat je kan zeggen wat je wil in Nederland. Tenzij je natuurlijk bepaalde grenzen overheen gaat. Van, je mag niet haat zaaien, je mag geen verdeeldheid. Deze man heeft natuurlijk wel gebiedsverboden in Den Haag. Dus ja, maar nou ja, dat is in Den Haag een bepaalde omstandigheid, daar ga ik verder niet over. Maar dat is wat anders dan dat hij in Den Haag niet mocht spreken. Maar hij kon geen locatie vinden. Maar het klimaat in Den Haag is niet wezenlijk anders dan in Hilversum dus, als ik het goed beluister. Nee, zeker niet. Maar als er dan zoiets naar Hilversum toe komt, moeten er dan nog speciale maatregelen worden genomen? Vergt dat extra organisatie of? Ja, ik ben er wel het hele weekend mee bezig geweest. Ja. Dat dan weer wel. Dus, het komt natuurlijk op het laatste moment ook. Ja, als ik het goed begrijp. We moeten dan wel allerlei maatregelen nemen, omdat natuurlijk... Je kan tegendemonstranten krijgen, ik moet zorgen dat die openbare orde en veiligheid in orde is. Nou, gelukkig is er niks misgegaan, dus dat helpt weer enorm. Maar ik ben blij dat het zo afgelopen is. Mm-hmm. En dat ze hier gewoon een podium hebben kunnen krijgen. Ja. En als hij tot zaken oproept waar hij tegen het wetboek van strafrecht aanloopt, ja, dan grijpen we ook in Hilversum in. Maar dat is niet op voorhand te zeggen, dus laat die man gewoon zeggen wat hij wil. En wij letten goed op, we zijn waakzaam, wat alle burgemeesters moeten zijn als het hier om gaat. Want wat voor maatregelen zijn er dan genomen? Zonder helemaal... Nou, er is een extra versterking van de politie geweest. En we hebben met de uitnodigende partijen, Abu Hafs, met de bewust moslim, hebben we natuurlijk goede afspraken gemaakt. En die hebben ze eigenlijk keurig aan gehouden. En verder liep het niet storm, hè. Er waren iets van 25-30 mensen. Dus het viel dat heb ik ook begrepen. Viel reuze mee. Okay. Maar Hilversum is ook voor die mensen gewoon een vrij plaats wat mij betreft om hun mening te voeren. Dat is de kern van onze democratie. En vrijheid van meningsuiting. Ja, als ik, dat is de grondwet en daar is de burgemeester voor aangesteld om die te handhaven. Nou, en om dit persbericht voorafgaand werd u best wel geroemd juist dat het hier wel kan. En dat ze zich toch in Den Haag niet zo welkom voelden als hier. Ja. Mede vanwege dat u hier wel mensen de ruimte geeft. Ik vertaal even wat er stond. De burgemeester bepaalt natuurlijk zijn eigen grenzen. Maar misschien speelt mee dat ik een journalistieke achtergrond heb en daardoor zeer van overtuigd ben dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke regel in de grondwet is. En de kern van onze democratie. Helst, daar ben ik extra gevoelig voor. Oké, duidelijk. Dan gaan we nu naar Oost. U bent laatst bij de eigenares geweest van de massagesalon. Ja. Hoe was dat? Ja, die vrouw is doodsbang. Er is dus iets gebeurd een paar weken geleden alweer. Ja, begin maart. Ik heb het net nog opgezocht. Ja, en dat er een auto in haar pui is gereden. Nou, dat was niet voor omdat diegene achter het stuur de macht over het stuur was verloren. Nee. Maar er waren andere motieven die we nog steeds niet kennen. En daarom ben ik blij dat er nu een camera opgehangen is, mede door buurtinitiatief. Patrick Wening heeft dat mede veroorzaakt. Wij hebben het bonnetje betaald, omdat we het ook belangrijk vinden dat zij haar veiligheidsgevoel weer wat terugkrijgt. Maar is het puur voor de onderneemster? Want ik heb van Patrick ook wel begrepen, van de heer Wening, ook wel begrepen dat er ook wel een buurtbelang aan vast zit. Nou ja, de buurt is natuurlijk, het is in de kleine drift weer, het is natuurlijk waar het perronnetje een paar honderd meter vandaan is. Dus alle initiatieven die er komen om die buurt verder te beschermen, ook door de bewoners zelf, dat juich ik alleen maar toe. Mm-hmm. Is dat ook de reden geweest waarom jullie het bonnetje betaald hebben, zoals je zelf zei? Ja. Van het is ik niet. Hè, maar er komt uit het buurtbudget, daar hebben we geld voor gereserveerd dit jaar. En ook vorig jaar en ook volgend jaar. En dat past er heel goed in.
Dus dat lijkt mij prima. En ja, ik hoop alleen nog heel erg dat het onderzoek van de politie ergens toe leidt. Dat we nou eens een keer mensen kunnen aanhouden die dat op hun geweten hebben. Ja. Want dat irriteert me toch wel mateloos. Dat die buurt die verder rustig is, dat die steeds toch wordt opgeschrikt door dit soort incidenten. En dat moet ik hier ophouden. Ik begrijp wel van de heer Wening ook dat er... Het is relatief rustig, zegt hij. Er gebeuren nog wel wat dingetjes. Maar dat er wel nog groepen jongeren... Het zijn twee verschillende groepen jongeren die daar zich ophouden. Ja. Dat zijn de jeugd in de Oosterstad natuurlijk. En dat is een bekende groep. Ja. Daar zijn we nu ook mee in gesprek. Nog meer dan vorig jaar. Ja, dus de Ooievaarpleingroep, zeg maar. Ja, en die breidt zich natuurlijk ook uit. Die zit ook in het centrum. En wij zijn nu echt intensief met ze aan het praten over wat nou hen motiveert om voortdurend gedoe te veroorzaken in hun eigen directe leefomgeving. En wij zijn natuurlijk ook nog steeds bezig met die hangplek te zoeken. Dat ze ergens... Dat moet nu wel een keer gebeuren in april, vind ik. Die match moet nu wel een keer gedaan worden. Ja, de noodzaak is natuurlijk nu ook, want wij staan nu ook inmiddels buiten, omdat het weer lekker weer is. Dus ik hou mijn humeur nog even positief. Klopt het trouwens dat er al één iemand erkend is naar aanleiding van camerabeelden en dat daar een gesprek mee is gevoerd? Want dat is mij ingefluisterd, maar klopt dat ook? Weet u daarvan? Dat laat ik daar nou maar niks over zeggen, want dat is onderdeel van het onderzoek. Oké, dat is heel diep. Maar we zijn goed bezig en ik hoop dat het ergens toe leidt. Ik denk de buurt ook met u, want die zijn het best wel zat. Ja, ik kan me ook voorstellen. En het is er ook best wel nodig. Het is ook een prioriteit. Overigens wonen er ook hele leuke mensen in Oost. Een hele leuke buurt in Oost. De laatste een buurtcoördinator die zei dat we het alleen maar over Oost, als het over ellende gaat. Dus we moeten ook Oost niet tot een soort gebied verklaren waar het allemaal niet fijn is. Er zijn nog hele leuke wijken in Oost en buurten. Ja, dat is goed dat u erover begint. Het is goed dat u erover begint. Kijk, dit is natuurlijk de camera's zijn opgehangen, mede uit initiatief van buurtbewoners. Ja. Mevrouw Emanuels wordt gesteund door middel van een online inzamelingsactie. Maar mensen willen ook voor haar getuigen. Hè, want ze wordt vervolgd wegens mishandeling. Ja. Dus komt eruit. Dus ontstaat wel iets, ook al heeft het een negatieve achtergrond. Dat is positief. En als ieder nou zijn ding doet, dat wij dat onderzoek proberen tot iets te laten komen. Die camera's hangen er nu. We hebben een actieve wijkagent daar. We hebben actieve buurtcoördinatoren. Dus we moeten het in de greep krijgen. In positieve zin. In de greep krijgen. Dan gaan we even verder naar het volgende onderwerp. Dat is vuurwerk. Ja. Ik zou zeggen, het is april, vuurwerk. Maar vandaag is naar buiten gekomen dat gemeenten misschien wel zouden mogen gaan bepalen of ze helemaal vuurwerkvrij kunnen zijn. Ja. Meneer Grapperhuis... Het is nog niet helemaal duidelijk. Het is een bericht in het AD. Klopt. Al eerder zijn er eerdere berichten naar voren gekomen. Dat kamerdebat dat gaat nog plaatsvinden in mei. Dus we moeten even kijken hoe nou het balletje precies loopt. Maar is dat perfect in uw straatje? Nou ja, nee. Ik vind het eigenlijk jammer dat zover ik begrijp dat de VVD-fractie in de Tweede Kamer... dat die het niet wil en dat hij daarom zijn draagvlak niet kan organiseren, de minister van Justitie en Veiligheid. Terwijl hij dus zelf dat wel nu wil. Ik vind, de politie wil het, dat verbod op knalvuurwerk. Ja. Er is een rapport van Tjebbe Joustra, van de Onafhankelijke Onderzoeksraad, Veiligheidsraad, die dat wil. Dus ik denk, laten we nou doorpakken. Maar goed, als het erop uitkomt dat die lokale overheden die bevoegdheid krijgen, nou, dat is nog wel een dingetje hoor. Want dan ben ik, want je krijgt natuurlijk al gauw het water, maar het effect als wij een vuurwerkverbod afkondigen voor de hele Hilversum, dan krijgt Baren misschien wel meer problemen dan nodig is, of Laren, alles wat aanpalend is. Dus dan zou je toch al eerder aan een regionaal gebied moeten denken, waarbij de regio dat doet. In Den Haag is een experiment geweest waar buurten zichzelf beveiligen voor bewaken voordat er geen vuurwerk wordt afgestoken. Nou, daar moet ik nog het evaluatierapport van zien. Dus we hebben nog even, maar het is wel, ik heb toch liever dat de landelijke politiek uiteindelijk een keer een besluit neemt en zegt, we doen het wel of niet, dat knalvuurwerk verbieden. Ja. Waar ik een voorstander ben, dat weet iedereen. Maar goed, het is ook een opgave. We kunnen ook eens kijken hoe ver we kunnen komen. Maar om nou Hilversum als een soort enclave te vuurwerkvrij te maken en dan de omgeving daar toch mee te belasten op een of andere manier, dat lijkt me ook nog wel gedoe. Nou, ik moet ook al... Bovendien moet ik mijn gemeenteraad dan ook nog meekrijgen. Zoals u weet. Ja, dus een nieuwe gemeenteraad nog een beetje inschatten. Nieuwe gemeenteraad, daar moet ik het gesprek nog mee beginnen over vuurwerk. Dus kortom, genoeg te doen. Nee, dat sowieso. Maar u heeft ook altijd gezegd van, je moet niet in één keer naar vuurwerkvrij willen. Nee. Van twee vuurwerkvrije zones. Nee, maar ik heb het over knalvuurwerk. Ja. Dat zie je vuurwerk, dat is allemaal prima. Dat hebben we inmiddels voortschrijdend inzicht.
laten we ons concentreren op daar waar echt... En we moeten ons ook concentreren op dat illegale vuurwerk, wat de VVD-fractie dan steeds naar voren brengt. Maar zij hebben het over een traditie die dan weer verboden wordt. Maar ik heb het helemaal niet over... Dit is geen traditie. Dit is bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen. En dat is wat ik al jaren doe. Om mensen die er overlast van hebben, om die te beschermen. Mensen die er fysiek ellende van hebben, om dat te voorkomen. Kinderen van onder de 15 die beschadigd raken, om dat te voorkomen. Dat is mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid. Daar heb ik het over. En daar zou het fijn zijn als de politiek daar in Den Haag het ook over heeft. En niet over een traditie. Want die traditie die is prima voor zover die niet onveilig is. Maar er is wel een hele duidelijke kentering in deze discussie gaande. Ja. Dat getuigt deze discussie ook weer van, zeg maar. 5 jaar geleden was ik een roeper in de woestijn en dat ben ik al lang niet meer. Nee, getuigd. Maar nu moet Grapperhaus, die je wil dus doorzetten, en die moet nu even gesteund worden door de meerderheid van de Tweede Kamer. Punt. Dus even afwachten. Ja. Oké, duidelijk. Laatste onderdeel, lokale journalistiek. Donderdag is Hilversum, zeg maar, het centrum van de lokale journalistiek. Beetje gechargeerd gezegd. Maar in beeld en geluid is onze, ja, hoe heet het, de Nederlandse, moet ik even goed zeggen, Nederlandse Nieuwsbladpers, de NNP, waar ja. Onze uitgever ook bij aangesloten is. Die komt er langs voor een netwerkbijeenkomst. We wilden even hebben met u over lokale journalistiek in zijn algemeenheid. Hoe staat dat er bij u er eigenlijk op, gewoon als u in de landen kijkt? Ja, ik kan er helaas niet bij zijn. Dat is jammer, want ik wist het iets te laat. Maar ik vind het leuk dat ze het nu in Hilversum die bijeenkomst houden. En... Nou, in Hilversum is het eigenlijk wel redelijk goed voorzien. We hebben een behoorlijke dekkingsgraad van journalisten die Hilversum volgen. En dat is ook goed, want dat houdt mij scherp, dat houdt wethouders scherp, bestuurders überhaupt. Onze onderhandelingen, formatieonderhandelingen zijn laatst nog gestreamd, live gestreamd, zodat je kan volgen, wat ook best een noviteit is. Onze gemeenteraadsvergaderingen die worden gevolgd, de commissies worden gevolgd. Dus het is bij ons eigenlijk wel... Commissies nu ook? Nou, in de commissie Economie en Bestuur zie ik toch heel vaak... Dat het ook gestreamd werden, sorry. Nee, maar die worden gewoon gevolgd door de schrijvende pers. Ja. Dus dat is alleen maar goed. Er zou betere samenwerking nog kunnen zijn tussen de verschillende partijen... die allemaal redelijk kwetsbaar zijn. Of weinig kijkers, of weinig abonnees. Dus als je dat meer bundelt, ja. Nou goed, daar... Heeft de wethouder media ook het nodige pogingen toe gedaan. Dat moet in een nieuwe ronde met een nieuwe regering, hoe zeg ik dat, kabinet, college, hoe noem ik dat, moet dat weer zijn nieuwe impuls krijgen wat mij betreft. Zou ik erg voor zijn. Een soort regionaal media. Zal ik ook inbrengen in de onderhandelingen als ik daar nog een rol in mag spelen. Dan vind ik niet dat wij... onderaan de ladder staan. Maar het is goede lokale journalistiek eigenlijk. Wat vat u daaronder? Ja, toch dat is een cliché, maar de waakhond zijn van de democratie. Ja, nou goed, dat is Marianne Zwageman, die heeft het wel eens gezegd van, ja, ze zijn de waakhond van de democratie, alleen ze kwijlen en ze bijten niet door. Dus herkent u zich daarin? Marianne Zwageman schrijft hele leuke columns en hartstikke leuke radio en zo, maar ik vind het wel prima. Maar ik ervaar dat heel anders. Ik ervaar het ook heel anders, maar het is natuurlijk een beetje preken voor eigen parochie. Maar daarom vraag ik het ook nu. Maar jullie zijn kritisch en wat wil je meer? Nou ja. Alleen het verdienmodel van die lokale omroep is nog is kwetsbaar. Dus dat meer samenwerken, wat al 10 jaar geleden door de commissie Brinkman is bepleit, meer van die mediahuizen maken, daar hebben we ook wel een poging toe gedaan. Kan beter met grote partijen zoals... Radio TV Noord-Holland in Haarlem, die daarmee mogelijk een rol in kan spelen. Nou, dat is iets wat we moeten gaan bouwen, nog dat huis van die journalistiek op lokaal niveau. Maar hoort u ook wel eens verhalen van elders? Want je hoort ook verhalen van, er zijn helemaal geen journalisten meer aan bezig bij raadsvergaderingen, commissies en dingen en zo. Dat gebeurt ook. Ik geloof dat ik heb meegeschreven in een rapport een paar jaar geleden, dat 8 miljoen Nederlanders geen lokale nieuwsbronnen meer beschikbaar hebben. Dus die zijn op nationaal en internationale bronnen toegewezen. Nou, dat is zorgelijk. 8 miljoen, dat is veel. Ja, dat is heel veel. En dat neemt niet af, maar dat neemt toe. Maar in Hilversum vind ik het nou, in deze regio vind ik het nog redelijk goed gecoverd. Ja, dat is goed om te horen. Het was niet de bedoeling om als een pauw hier weg te gaan, om eigen veer in de kont te stoppen. Maar dank daarvoor. Ik dank u hartelijk voor het kijken en wij zijn er weer over een paar weken. Tot dan!